En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging, en zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt verbaasd, gij doet Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar wij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Eindelijk begint het buitenlicht te worden. De nieuwe dag is begonnen. De eerste dag van de nieuwe week. Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome. Ze nemen de zalf die ze hebben gemaakt en gaan naar buiten. Ze gaan naar het graf van Jezus. Ze willen zijn dode lichaam gaan zalven. Maar hoe moet dat? Als ze onderweg zijn, bedenken de vrouwen ineens dat voor het graf een grote steen is gerold voor de opening. Wie zal die grote steen voor ons wegrollen? Vragen de vrouwen zich af. Als ze bij het graf komen, zien ze dat de steen al weggerold is. De vrouwen gaan door de opening het graf binnen. Ze schrikken. Daar zit een jonge man met lange witte klederen aan. Wees niet bang, zegt die man tegen hen. Het is een engel. Jullie zoeken Jezus, de Nazarener. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is hier niet. Kijk maar naar de plaats waar ze hem gelegd hebben. Jullie moeten naar de discipelen gaan. Jullie moeten tegen hen vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zeg het ook tegen Petrus. De vrouwen gaan gauw uit het graf en zo vlug ze kunnen, lopen ze naar de plaats waar de discipelen bij elkaar zijn. Ze zijn geschrokken, maar ze zijn ook blij. Ze zeggen tegen niemand iets die ze onderweg tegenkomen, want ze willen naar de discipelen. En tegen de discipelen zeggen ze, Jezus
is niet dood. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Ook gehad? Wat kun je ermee doen? Ik heb er een kijkdoos van gemaakt. Ik wil jullie vertellen hoe ik dat gedaan heb. Pak een doos en leg hem op zijn kant. Begin met het inkleuren van de plaatjes. Knip daarna de plaatjes uit. Teken of stempel voetstappen op een A4. Schrijf de tekst erbij. Deze tekst kun je vinden aan de binnenkant van de plaat. De stukjes tekst zijn gekleurd. Vouw daarna de onderkant van de plaatjes naar achter, zodat de plaatjes rechtop kunnen staan. Beplak de binnenkant van de doos met gekleurd papier en plak de achtergrond op de achterkant van de doos. Maak een paar proppen papier en leg deze achter in de doos. Zoek gekleurd papier uit, verkreukel deze en vouw het weer uit. Maak met sterke lijm een route op je ondergrond en strooi er zand op. Leg de tekst en de plaatjes op de goede volgorde neer en plak deze vast. Knip de bovenste en de onderste flap van de doos af. De zijflappen moet je laten zitten. Versier de buitenkant van de doos en plak op de zijflappen de twee voorkanten van de plaat. Zo kun je de doos afsluiten door hem dicht te doen. En kijk eens wat je dan hebt. De kijkdoos. Heb je andere ideeën om de kijkdoos te maken? Ook goed natuurlijk. Heb je de kijkdoos klaar? Stuur dan een foto naar meester Pieter. Zijn nummer is 06 51 82 30 41. Succes!